staan aan het Spinozahof in Krommenie. Wat is er gebeurd? Om 2:10 kreeg de politie een melding dat er een schot was gehoord. Zij gaan kijken. We troffen op het Spinozahof een man aan. Die lag op de grond. En die was dood. Ja, vannacht is er iemand geschoten. En wij dachten allemaal, het is iemand die vuurwerk afsteekt. Maar het klonk wel heel hard. En ik dacht ook al van, nou, is dit wel vuurwerk? Want hoeveel knallen heb je gehoord? Meerdere. De melding werd gedaan door bewoners van het Spinozahof, maar die wisten niet precies waar het geluid vandaan kwam. De getuigen maakten melding van 8 tot 13 knallen en twijfelden of het om vuurwerk of om vuurwapens ging. Toen de politie ter plaatse kwam, vonden ze het lichaam van een man achter een auto op een oprit. Het lichaam van de al overleden man lag tussen het huis en de auto. We zijn hier op deze plaats zijn we bezig met een forensisch onderzoek. En we proberen de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. En daar zijn we hier mee bezig. Ja, om 2:00 hoorden wij gigantische 8 knallen achter elkaar. En met een schrik komen wij vrij. En pas later hoor je dat er iets gebeurd is in je tuin. En die meneer ligt nu op de hoek bij mijn thuis, of huis overleden waarschijnlijk. Kent u de man? Nee. Om 2:00 werd de vermoedelijke vluchtauto gevonden op een voetpad langs de Meteorenweg in Amsterdam-Noord. De Volkswagen Golf is door de vermoedelijke daders in brand gestoken. In de buurt van de autobrand heeft de politie op verdenking van brandstichting 4 mensen aangehouden. Of ze ook in verband kunnen worden gebracht met het misdrijf in Krommenie wordt nog uitgezocht. Daar is een auto gevonden die uitgebrand is. En we nemen dat natuurlijk mee in het onderzoek om te kijken of het inderdaad een vluchtauto is en of er een link is met deze zaak. Maar op dit moment zijn wij hier bezig met een forensisch onderzoek en in Amsterdam wordt een onderzoek gedaan naar die auto. Zijn ze dus anders?